Dames en heren, hartelijk welkom bij RTV 9. Op donderdag 18 november aanstaande krijgt ook Nieuwegein een beursvloer. Op de beursvloer ontmoet het maatschappelijk leven en het bedrijfsleven elkaar om matches tot stand te brengen. Bij ons in de studio is initiatiefnemer Hanneke Weesie voor Samen voor Nieuwegein. Welkom in onze vernieuwde studio. Ja, dankjewel. Ziet er goed uit. Wat is nou jouw persoonlijke doel met de beursvloer in Nieuwegein? Nou, mijn persoonlijke doel is om maatschappelijk betrokken ondernemen op een hele leuke en makkelijke manier eigenlijk verder bekend te maken binnen de gemeente Nieuwegein. Dus om te laten zien dat het eigenlijk heel, heel concreet is en heel makkelijk te realiseren. En vooral heel leuk is. En om het maatschappelijke leven zo ook verder een boost te geven. Ja, het is nieuw voor Nieuwegein, hè? Want in IJsselstein bestaat het al wat langer, al een paar jaar. Maar waarom nu ook in Nieuwegein? Ja. Was daar behoefte aan? Ja, zeker. Ja, want de beursvloer in deze hoedanigheid is inderdaad voor het eerst. Maar voorheen was er wel het platform maatschappelijk ondernemen Nieuwegein. En vanuit die hoedanigheid zijn er heel veel activiteiten ook georganiseerd. Noem eens een voorbeeld van een activiteit die je al eerder gedaan hebt. Nou, er is toen in die tijd ook een match gerealiseerd, bijvoorbeeld tussen een Motorola en een natuurkwartier. Mm-hmm. En Ballas Nedam heeft toen ook geholpen met Bouwgein, de bouwspeeltuin. En er is ook een pilotbeursvloer toen georganiseerd. En eigenlijk is op basis daarvan geconcludeerd om het echt grootscheepser aan te gaan pakken, het maatschappelijk betrokken ondernemen. En er is toen heel plan van aanpak voor geschreven. Dus gekozen worden samen voor module. Die ook heel erg succesvol is gebleken in onder andere Zeist en De Bilt. Maar ja, dat vergt een wat grotere investering, ook van de gemeente. Dus daar moest gewoon langer over nagedacht worden. En het voordeel is nu dat er dus niet alleen de beursvloer wordt georganiseerd, maar dat dus continu eigenlijk aan maatschappelijk betrokken ondernemen gedaan kan worden. Waar komt dat vandaan? Is dat een behoefte wat ontstaan is bij de bevolking? Of hoe omschrijf je dat? Ja, nou ja, ik denk dat het een algemene trend is, hè? Een algehele trend binnen het bedrijfsleven. Dat zij ook ervaren, ja, we moeten onze maatschappelijk betrokkenheid ook nemen. En dat de consumenten ook aangeven van wij verwachten ook niet anders dan dat je gewoon je verantwoordelijkheid neemt. Dus dat is iets wat breder gaat dan alleen de gemeente Nieuwegein, maar ook in Nieuwegein. Wordt het heel belangrijk gevonden en ook vanuit de gemeente het vrijwilligerswerk staat ook hoog in het vaandel. Als ik het goed begrijp, dan bestond eigenlijk al een soort, die matches die bestonden eigenlijk al, maar het wordt nu onder noemer beursvloer georganiseerd. Heb je ook gekeken naar andere plaatsen, bijvoorbeeld hier in IJsselstein, waar een beursvloer toch al wat langer bestaat? Hebben jullie geleerd van andere beursvloeren in Nederland? Ja. Ja, nou ja, er is inderdaad ontzettende revolutie gaande geweest, hè, op beursvloeren gebied. En er worden er nu ontzettend veel georganiseerd elk jaar. IJsselstein, wat ik hoor zeggen van iedereen, is dat toch een hele succesvolle beursvloer met de grootste beursvloer eigenlijk, hè, gezien het aantal deelnemers en omzet. Dus ik ga koffie drinken met de organisator daarvan om ook zijn ervaringen te horen. En natuurlijk heb ik al mijn collega steden, laat maar zeggen, hè, de andere samenvoorvestigingen. Waarvan ik heel veel kan leren en waar ik ook andere beursvloeren ga bezoeken. Ja, je bent heel enthousiast. Hoeveel mensen heb je om je heen? Ja, om me heen als organisatie? Ja. Nou, het is zo dat ik de enige medewerker ben van Samen voor Nieuwegein. We hebben 3 bestuursleden. Alleen ik ben gelukkig niet alleen in het organiseren van het een en het ander. Je bent in de dienst van de gemeente Nieuwegein? Nee, is een onafhankelijke stichting. Okay. En de gemeente die ondersteunt het zeker ook financieel, maar het is een onafhankelijke club. En voor de organisatie van de beursvloer heb ik gelukkig de medewerking van een aantal beursvloercommissieleden. En dat zijn afgevaardigden van zowel het maatschappelijk veld als ook bedrijven en ook de gemeente. Zodat we alle spelers erbij hebben. Ja, en wat is je eigen rol daarin? Ja, mijn rol is eigenlijk projectleider. Dus alles coördineren en zorgen dat het gebeurt. En, maar goed, de kennis en ervaring en de input van alle Nieuwegeinse ondernemers kan ik er heel, heel goed bij gebruiken. Ja. Kun je een voorbeeld noemen van een juiste match die uiteindelijk tot stand moet komen op 18 november? Ja, nou, ik zat inderdaad van de week om tafel met de Volksuniversiteit van Nieuwegein. En zij geven dus heel veel cursussen en workshops. En waar zij behoefte aan hebben bijvoorbeeld is een keuken die ter beschikking wordt gesteld om hun kookcursussen in te kunnen geven. En dat zou dan bijvoorbeeld een bedrijfsrestaurant kunnen zijn. En in ruil daarvoor, hè, want de beursvloer draait helemaal om
win-win situatie. Ja, dus er komt geen geld aan te pas. Hè? Nee. Het is echt vanuit de maatschappelijke betrokkenheid. Dus ja, met gesloten beurzen. Gesloten beurzen. Ik zat zoeken naar dat woord. Ja. Dat is inderdaad het principe. Hè? Ja, dus het is echt in ruil in natura. En wat de Volksuniversiteit dan wil aanbieden is dat... er worden kookcursussen gegeven. Dus er komen maaltijden uit, als het goed is. En dat zij dan wat extra koken, zodat ook personeelsleden, een aantal van dat restaurant, waar de keuken van is, dat die ook kunnen aanschuiven en gezellig mee kunnen eten. Hè? Ja, dus, dat klinkt heel erg goed natuurlijk, om dat op die manier te doen. Ja. Andere match? Bijvoorbeeld kan je ook denken aan een EHBO-vereniging die nog op zoek is naar een bepaalde ruimte, ook om een cursussen te geven. Een school kan dan zeggen, in de avonduren staat ons lokaal toch leeg, kom maar hier... met je cursussen en in ruil daarvoor kan een EHBO-vereniging dan weer bepaalde mensen van de school opleiden tot dat ze bedrijfshulpverlening kunnen plegen. Dus en dat zo, allemaal met gesloten beurzen? Ja, dus. Ja ook weer inderdaad. Ja. Dus zo kan je gewoon op heel veel manieren matches bedenken. En je kunt ook denken aan het overdragen van kennis. Hè, dus bijvoorbeeld een accountantkantoor die helpt met de belastingaangifte of het opstellen van de jaarrekening. Het beschikbaar stellen dus inderdaad van faciliteiten, maar ook van middelen. Dus bijvoorbeeld oude computers die een bepaald bedrijf niet meer kan gebruiken. Daar zijn andere clubs weer heel blij mee. Dus zo zijn er tal van mogelijkheden. Ja. Ja. Nu loopt de campagne al een tijdje, hè, een paar weken. Als er nu kijkers zijn van, ik wil daaraan meedoen, hoe kan ik me aanmelden? Ja, nou voor maatschappelijke organisaties is de deadline eigenlijk 1 september, maar ik kan me voorstellen dat je als maatschappelijke organisatie denkt, ik heb het toch gemist, publiciteit, bel gewoon en dan kun je inderdaad naar de website, contactgegevens, ik weet niet of die nog komen. De website die je nu onder in beeld ziet, daar kun je dus informatie krijgen om je aan te melden. Ja, zeker. En neem gewoon contact op met mij ook al, hè? Want voor maatschappelijke organisaties is de deadline 1 september, maar neem contact op en dan kunnen we zo wat regelen. En voor bedrijven, die kunnen zich ook aanmelden via de website. Heb je al veel aanmeldingen? Ja, vanuit maatschappelijke organisaties gaat het aardig hard. En dat varieert van zorginstellingen tot toneelverenigingen, sportverenigingen. Uiteraard zijn onze partners, de bedrijfspartners ook aanwezig. De Rabobank, Ballas Nedam, de SWN, de gemeente, Printrun en een aantal ook lokale bedrijven. Dus Dat wordt ook gehouden bij Ballas Nedam, hè? Ja. Dat klopt. Ja, hoe ziet de dag eruit, 18 november? Nou, vanaf 3:30, einde van de middag, kunnen de deelnemers zich aanmelden. Kunnen ze binnenkomen lopen. En om 4:00 stipt zal de beursvloer afgetrapt worden. En dat gebeurt dan met de traditionele gongslag. En dan wordt de beursvloer geopend. Dan is het 1,5 uur tot 2:00 gewoon heel hard handelen. En als een gek zorgen dat je goede matches maakt. En na de rand wordt het afgesloten met een borrel en dan kan iedereen zijn matches vieren en nog eens over napraten. Hanneke Weesje, bedankt voor de komst aan de studio. Ja, graag gedaan. Dankjewel. En met deze is de beursvloer gesloten. Blijft u vooral kijken naar RTV 9. Straks ziet u Mijn Thuis, een nieuw programma met Julian van Os dat u vanaf nu wekelijks kunt volgen op RTV 9. En we waren vorig weekend bij het Foute Zomerfeest op het podium in IJsselstein. Een verslag ziet u straks. Ook kijkt u straks naar een item over schoon drinkwater in derde wereldlanden. Tot eind september ligt er een boot in de IJssel die dit IJsselsteinse project promoot. Pakistan wordt geteisterd door de ergste overstromingen in jaren. 14 miljoen mensen zijn gevlucht voor het water. Ze zijn alles kwijt en hebben uw hulp dringend nodig. Uw geld wordt besteed aan voedsel, drinkwater, tenten en medicijnen. Maak vandaag nog uw gift over op Giro 555 van de samenwerkende hulporganisaties. En help de slachtoffers in Pakistan.